En dit is dan de keerzijde van zo'n klassieke. Krankzinnig wat er gebeurt op de Krom. Kijk maar, supporters van Katwijk en Spakenburg, die gaan elkaar te lijf. Het is meer dan alleen maar wat duw- en trekwerk. Het is gewoon echt een ouderwets potje knokken in Katwijk. De Brito Roquet, de scheidsrechter, vindt het helemaal niets. En legt het spel begrijpelijk stil. Het duel wordt gestaakt. We zijn pas 3 minuten onderweg. En er wordt niet gevoetbald in Katwijk. Daarna weer wel. Het sportieve dan. Spakenburg won pas 1 uitwedstrijd dit seizoen. Dat was de opening tegen Barendrecht. En is dus wel weer op zoek naar een succesje. De eerste kans voor Arends. En de redding is uitstekend van Mark de Vries. Hoekschop van Blijam. Kijk eens, wat een ruimte. Ties. Die moet er toch in. Vorige week scoorde hij 2 keer tegen Jong Sparta. Blijam. Danny van der Mijnrakker eigenlijk geschorst, maar in beroep gegaan tegen die schorsing van 5 wedstrijden. En daarom mag hij spelen. Daar Holder. Holder speelt omdat Pierton geblesseerd is. Redding van de Vries. Dan Pilon nog. Maar hij wil er niet in bij Spakenburg. En hij ziet het aan. Hans van der Haar, de trainer. Katwijk dan. Mengerink. Keertje schieten. Nou, afgeven kan ook. Plat. Aardig. Daar staat Asjefaye. En daar is Van der Ban. Ja, natuurlijk. De topschutter. Het is zijn 8e van het seizoen. En dan Katwijk eigenlijk een tikkeltje tegen de verhouding in. Op voorsprong op de Krom. Die jonge Asjefaye zit er goed bij. En dan Van der Ban. Zo'n kans moet je hem natuurlijk niet geven. Daar is Holder weer. Holder, maar die moet hier toch meer meedoen. Hij moet zich bewijzen tegenover Hans van der Haar. En op deze manier lukt dat dus niet. Ruststand 1-0 in het voordeel van Katwijk. Daar is Pilon. 8 doelpunten gemaakt dit seizoen. En hij begon het seizoen op de bank. Hier moet hij scoren, dat weet hij zelf ook wel. De oudspeler van GVVV. Daar een potje worstelen met Dua. Asjefaye daarbij betrokken. Asjefaye wint. Hier is Mengerink. Suzanne komt mee. Mengerink. En daar een grote kans zeg. Voor Stefan Platten. En wat een prachtige redding van Timmermans. Schreuder, de coach van Katwijk, bezig aan een aardige reeks. Ondanks die nederlaag van vorige week tegen GVVV. Hier van de Mijnrakker. Een van de Mijnrakker in topvorm had deze binnengekopt. Suzanne, de lange, matige paas. Van der Mijnrakker laat hem gaan. Daar Veerman, de invaller. Super sub. Daar had hij zich toch onsterfelijk kunnen maken. Kort na zijn invalbeurt. Wat een kans voor Veerman. En hij is er niet gerust op. Al zo vaak verspeelde Katwijk dit seizoen een voorsprong. De lange. Aardig, daar is Plat weer. Afgekeken van Arjen Robben. Maar dan heeft hij nog een hele weg te gaan, deze Plat. Katwijk op zoek naar de beslissing. Daar moet hij komen, Mengerink. Maar van de lijn gehaald door Lanting. En zo leeft Spakenburg dus nog. Daar weer een goede kans met Suzanne. En een goede redding van Timmermans. Spakenburg komt er niet meer uit. In mei 2012 vierde Spakenburg hier nog een feestje. Toen werd het 3-0 voor de Blauwen en werd Spakenburg kampioen van de topklasse. Maar kampioen worden ze niet dit seizoen. En winnen, dat gaat ook niet lukken op de Krom. Katwijk in een aparte wedstrijd met heel veel rarigheden is met 1-0 te sterk.